Dus denk goed na over waar ga ik mijn video op plaatsen en hoe ga ik dan filmen. We zijn bijna allemaal opgevoed, jij ook nog wel, met de televisie gewoon eigenlijk. En het computerscherm en de bioscoop. En dat is allemaal horizontaal. Dus geen enkele televisie die verticaal staat. Dus alles duidt op horizontaal filmen. Soms is het heel interessant en goed om verticaal te filmen. En dat heeft alles te maken met waar ga je je video op laten zien. Ga je hem op Instagram laten zien bijvoorbeeld? Dan moet je verticaal gaan lopen filmen. Dat is veel beter. Omdat dat device gewoon helemaal verticaal gebouwd is. Of in je mozaïek video's, zeg maar, en je profielvideo's is het vierkant. Maar Instagram TV en Instagram Live en je stories en live is allemaal verticaal. WhatsApp ook. Ik ken niemand die zo WhatsAppt. Doen we niet. Maar als je een video maakt en je zegt van oké, ik heb hem verticaal gemaakt, maar ik wil hem eigenlijk ook wel op YouTube plaatsen. Ondanks dat op dit moment YouTube ook verticale video's ondersteunt, maar nog niet helemaal optimaal. Dan is het niet zo handig om zomaar een verticale video daar te plaatsen. Dus denk goed na over waar ga ik mijn video op plaatsen en hoe ga ik dan filmen, horizontaal of verticaal. Dit was de tip, de video is ten einde, wat jammer. Maar ik heb een e-book geschreven met 13 tips en die kan jij gratis downloaden via de link hieronder. Veel plezier!